Dan mag u de vier knoppen dus op één zetten. Op en dan begint hij op te luiden. Dat gaan we doen. Frans van Oostveen heeft zaterdag 16 januari om 12 uur in de middag de klokken van de Sint Maartenskerk laten luiden. Zo luidt hij letterlijk de actie Kerkbalans in. Een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. We zijn in het hartje van Tiel in de Sint Maartenskerk. En kerken zijn gebouwen natuurlijk, maar die krijgen hun betekenis door de geschiedenis en door het gebruik wat ervan gemaakt wordt en het gebruik wat ervan gemaakt is. Het is een onvervangbaar stukje geschiedenis, maar het is ook in deze tijd hebben de kerken nog betekenis. En het is voor die actie, de actie Kerkbalans, dat we vandaag de klokken luiden. Om mensen er even aan helpen herinneren dat zonder die kerken, zonder die kerkgenootschap, die mensen die daarin actief zouden zijn, er heel veel wat in de samenleving van belang is, zingeving, bij elkaar willen horen, dat verloren zou gaan. Nou, dat is niet wat we willen en daarvoor doen we ons best om dat nog even onder de aandacht te brengen. De actie Kerkbalans is een landelijke campagne en een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.